Goedenavond dames en heren, Manny Bont is de naam, met alweer een vlog nummer 6. Ik zit hier in de karavaan van mijn zoon. Die heb altijd ieder jaar een handeltje in kerstbomen. En ik zit laatst thuis, belt mijn zoon op. Hij zegt, ma, kan je alsjeblieft even komen naar de wagen, naar de karavaan. Want ik moet ineens weg en ik ben binnen een uur terug. Dus ik zeg, nou, dat is goed, dan kom ik er wel aan. Dus ik ben hier gaan zitten. En waar meneer bleef, ik weet het niet, maar hij kwam niet meer opdagen. Dus na anderhalf uur, twee uur, denk ik, belt hem gewoon op. Dus ik bel hem op, ik zeg, waar zit je? Hij zegt, oh ma, ik ben zo vreselijk ziek. Ik voel me zo beroerd. Ik heb gespuug. Ik heb, overal kwam het uit. Onder, boven, noem maar op. Ik zeg, nou, dat is vervelend voor je. Ik zeg, maar wanneer kom je nou weer hierheen? Hij zegt, ja, maar ik red het niet. Het is, ik voel me zo beroerd. Dus ik zeg, ja, nou, en hij zegt, nou ja, ik ken niet anders als in bed blijven leggen. Dus ik zeg, nou, dan moet je Joëlle maar sturen. Hij zegt, nee joh, ik kan Joëlle toch niet sturen. Die meid die heeft altijd overal pijn en pijn in de spieren en die heeft het kat. Je weet hoe ze is. En ze moet er zijn voor die kleine jongen. Ik zeg, ik ga het ook niet doen. Hij zegt, maar joh, je bent een schat enzovoort, je weet precies hoe dat gaat. Nou ja, ik zeg, oké, maar blijf alweer zitten hier, gekke Henkie. Dus ik ben hier gaan zitten, maar op een gegeven moment, ja, het is vandaag Sneekelaas. Ik denk, Sneekelaas, wil je toch wat lekkers erbij? Ik nou belt mijn kleinzoon op. Ik vraag of hij een banketletter meeneemt. Dus ik zeg, joh, neem jij even de letter M mee voor oma. Dus hij komt hier. Hij zegt, oma, ik heb de letter M en die krijg je van mama. Ik zeg, oh, dat is heel lief van mama. Zeg maar dankjewel mama voor de boterletter van oma. Dat ze in dat eentje de hele avond en de hele nacht in die karavaan zit. Enfin, kleine jongen is weer gegaan. Ik denk, nou, ik eet een stukje boterletter. Nou, ik kan je zeggen, dat gaat heel snel op hoor, als je in je eentje zit. Hè, als je in je eentje op Sinterklaasavond zit je in je eentje in een karavaan, dan ben je blij. Als je wat te eten hebt, vooral om de kar te verdrijven. Enfin, ik hoop dat die snel weer beter is, maar vooralsnog wil ik de mensen thuis in ieder geval hartelijk bedanken voor alle aandacht, voor het abonneren, voor het liken van de vorige vlogs. En ik hoop natuurlijk dat u nou ook weer genoten hebt. Ik ga naar mijn bed. Ik vind het mooi geweest. Beste mensen, ik zeg alleen nog van dat gemaak. Oh, ik krijg navond. Godverdomme, wat maar weer. Ja, ik kom eraan. Ja, ja. Even wachten. Hallo? Hallo? Is daar iemand? Hallo? Nou, die ben dan weer weg. Nou, dan bekijkt hij het maar. Dan mag geen kerstboom dit jaar.